Wist je dat kamerplanten een stressverlagende werking hebben? En wist je dat mannen met planten in huis meer aantrekkingskracht hebben op vrouwen? Ik weet wat mij te doen staat. Doe maar. Pak maar in. Tom, als dit jouw dagelijkse omgeving is, dan word jij vast woest aantrekkelijk gevonden en ben je een hele relaxte gozer, denk ik dan. Ja, relaxte gozer sowieso. Woest aantrekkelijk, daar kan ik natuurlijk zelf niet over oordelen, maar dat is wel een van de redenen waarom ik graag kamerplanten teel. Ja, maar hoe komt het dan eigenlijk dat je blijkbaar minder gestrest bent als je veel planten om je heen hebt? Dat komt omdat een kamerplant groen in je huis, dat zorgt er eigenlijk gewoon voor dat je een rustgevend gevoel krijgt. Daarbij zorgen planten er ook voor dat lucht wordt gezuiverd en dat er meer zuurstof in je leefomgeving komt. Ik zie hier heel veel verschillende soorten planten staan. Wat voor type planten kweken jullie hier? Het lijken heel veel verschillende planten, maar wij kweken eigenlijk alleen ficussen. Daar zijn we helemaal op gespecialiseerd. En die hebben we in alle vormen en maten en kleuren. Hoe kweken jullie die plantjes hier eigenlijk op tot wat grotere planten? Nou, de ficus is een tropische plant, dus we moeten zorgen dat het klimaat in de kwekerij eigenlijk gelijk is aan het klimaat wat ze in de wildernis zouden hebben. Een plantje komt binnen als klein stekje en vervolgens gaan we die opkweken door te zorgen dat de temperatuur altijd goed is, dat het licht altijd goed is, dat de luchtvochtigheid altijd goed is. Nou, we moeten voedingsstoffen meegeven met het watergeefsysteem en vervolgens zetten we de plant in verschillende fases elke keer weiden, waardoor we de plantopbouw ideaal krijgen. En als dat allemaal is gebeurd, dan kunnen we met ons afleversysteem de plant naar de consument. Ja, dan komen ze uiteindelijk daar terecht. En ik kan me voorstellen dat je niet met een gietertje elk plantje water gaat geven. Nee, klopt inderdaad. Dus wij hebben een app-vloedsysteem op onze betonvloeren, waardoor we gewoon hele kappen tegelijkertijd water krijgen en ook tegelijkertijd de juiste voedingsstoffen meekrijgen. Wat zijn er over het algemeen misverstanden over de verzorging van kamerplanten? Want die zijn er volgens mij nogal. Ja, zeker. Het blijft toch lastig inderdaad voor de mensen thuis om een kamerplant altijd goed te houden. De ene is er beter in dan de ander. Ja, een probleem kan zijn dat je te veel water geeft in plaats van te weinig. Als ik nou een plant koop, en ja, dat gebeurt eigenlijk niet zo heel veel, dan vind ik het toch heel moeilijk om bij een juiste plant terecht te komen. Hoe doe ik dat nou? Nou, tegenwoordig zijn daar websites voor, zoals Plantsam. Daarop kan je kiezen wat voor soort plant je wil, bloeiend, groen, op wat voor soort plek die in je huis moet komen te staan, wat voor pot er omheen moet. Dus dan kan je eigenlijk precies de plant kiezen die bij jou past. En daarbij word je dan ook gelijk geholpen als je de plant helemaal hebt aangekocht om deze goed te verzorgen door middel van een app en meldingen om water te geven. Oké. En dan worden wij mannen allemaal een stuk aantrekkelijker van. En relaxter. En vrouwen ook natuurlijk.